Ja, ik ga dadelijk gaan sporten, dus ik ga mee te voren sporten om te zien of mijn waarde hoog genoeg is. En ik beter eerst iets zou nemen om mijn waarde te verhogen. Dus ik zit over de 200, dat is zeker meer dan genoeg. Dus ik zal zeker niet in een hypo vallen. Jos is een van de 20 diabeten die wekelijks in de sporthal van Koersel samenkomen om te sporten. Bewegen heeft een positief effect op de bloedsuikerspiegel en een veilige en verantwoorde bewegingsgewoonte kan de levenskwaliteit van diabetici aanzienlijk verbeteren. In het najaar van 2010 vond er in Beringen het project Blijven Beweging voor personen met diabetes plaats in samenwerking met de provincie Limburg. De deelnemers konden hier wekelijks een uurtje sporten en ze kregen ook meer informatie over de medische kant van diabetes. Sporten en diabetes en voeding en diabetes. We hebben petanque gedaan, we hebben fitness gedaan, we hebben de fytometer gedaan. Na die 10 weken hebben we dus op eigen initiatief gevraagd om de sporthal te kunnen huren en verder te gaan met onze sport. En dan hebben we een begeleider gekregen. En nu vooral is het badminton dat we doen en netbal. Hoe meer dat we bewegen, hoe beter het zou best zijn dat we 3 keer per week bewegen, vergoed te zijn. Dat zou onze resultaten, onze 3-maandelijkse bloedtest, heel sterk verbeteren. We moeten de diabetes uit een isolement halen, een sociaal isolement. En we willen dan de mensen in contact. Dus aan elkaar, dus lotgenoten onder elkaar, de samenbrengen.